Nu is vrouwenvoetbal heel normaal, maar vroeger stonden er alleen mannen op het veld. De 9-jarige zussen Juno en Elin uit Hilversum zijn de nieuwe generatie voetbalsters en doen niets liever dan een balletje trappen. Aangezien het WK in Australië en Nieuw-Zeeland is begonnen, volgen de meiden de Oranje Leeuwinnen op de voet en nemen zij een kijkje bij de tentoonstelling over 100 jaar vrouwenvoetbal. En hoe vinden jullie dat vrouwen vroeger niet mochten voetballen? Ik vind dat heel stom en heel raar. Ik vind het gewoon raar, want ja, je kan gewoon alle sporten doen die je wil. Ondanks dat er op de Hilversumse club Victoria wel een aantal vrouwenvoetbalteams zijn, spelen de zussen mee in het mannenteam. Want jullie zijn zo goed dat jullie met de jongens mee mogen spelen, toch? Ja. Ik weet niet of het ligt aan dat we zo goed zijn, maar ja. Dat heeft jullie trainer tegen mij gezegd. Dan, ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het leuk, maar ik ben het ook niet anders gewend. Ik vind het wel leuk, want je kan ook dingen van elkaar leren. Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder en de Oranje Leeuwinnen zijn ook echte voorbeelden voor de meiden. Ze weten precies wie ze goed vinden. Viviane Miedema en Sarida Spitsen. En Viviane Miedema en... Viviane Miedema. De zussen hebben maar één droom. Of toch twee? Gewoon professioneel voetballer en als dat niet kan, dan dokter. Dat ik mensen kan snijden. Vind ik leuk. Juno en Elin volgen het WK verder en blijven dooroefenen om hun droom waar te maken.